Welkom bij deze videoles rond cloud solutions voor KMO's. Ik ben Thomas van CliMedia en vandaag neem ik jullie mee in de wereld van cloud omgevingen voor KMO's. CliMedia is een IT en softwarebedrijf uit Antwerpen dat zich specialiseert in het verspreiden van IT en cloud solutions. Die maken we enerzijds zelf, maar kopen we ook bijvoorbeeld aan bij grote spelers zoals bijvoorbeeld Microsoft. In deze videoles neem ik jullie heel graag mee in de wereld van cloud en leg ik jullie uit waarom deze interessant kan zijn voor jou als KMO. De vraag die dan als eerste misschien opkomt is, wat is dat eigenlijk cloud? Wel, cloud gaat eigenlijk al jouw IT en IT-infrastructuur digitaliseren en in hogere sferen brengen. Je gaat dus zelf als KMO geen materiaal meer eigen in eigen beheer hebben. Alles wordt voor jou geregeld binnen de cloud. Maar cloud is een heel specifiek verhaal per kmo. Het is vaak op maat gemaakt voor jou en voor de noden van jouw bedrijf. Om cloud makkelijk uit te leggen, kunnen we dat doen aan de hand van iets dat we allemaal kennen en graag lusten: pizza. Wanneer we kijken naar het proces van het eten van pizza, kunnen we beginnen bij het begin. Dat is namelijk de pizza moet gemaakt worden. Als we kijken naar de oude structuur waarin IT zich voordoet, dan zien we eigenlijk dat we het volledige proces daar voor onze eigen rekening nemen. Dat wil zeggen dat we zelf het deeg maken. Zelf de pizza prepareren, hem zelf in onze eigen oven steken, hem bakken, er terug uithalen, hem opeten en nadien de afwas doen. Gaan we verder richting een service model, dan ga je zien dat er eigenlijk meer elementen worden uitgehaald en voor jou worden gedaan. Als je bijvoorbeeld infrastructuur als een service gaat gebruiken, ga je zien dat er bepaalde elementen uit handen worden genomen van jou. Je kan dan bijvoorbeeld dat vergelijken met jij die een pizza gaat halen in de winkel. Je hebt de pizza dan zelf niet meer gemaakt, maar moet hem wel zelf nog opwarmen, opeten en de afwas doen. Gaan we nog een stapje verder, dan ga je zien dat je eigenlijk de pizza laat leveren. Je moet zelf niet meer naar de winkel gaan, de pizza komt tot bij jou aan de deur en je hoeft hem gewoon maar op te eten en de afwas te doen. Cloud gaat nog een stap verder en denkt: "Ik ga alle bezorgdheden van jou wegnemen." In analogie met de pizza wil dat zeggen dat je gewoon naar het restaurant gaat gaan en de pizza opeet. Geen afwas, geen pizza gaan halen, geen preparatie voor jezelf. Dat is eigenlijk wat we noemen software as a service en dat is wat we, on, wat we verstaan onder de cloud-omgeving vandaag de dag. Ik kan je misschien al horen denken: is dit wel relevant voor mij als relatief kleine of middelgrote KMO? Al mijn services uit handen geven. Wel, ik probeer jullie vandaag te overtuigen van wel, want ik geloof echt dat dit voor jou een oplossing kan zijn. Bijvoorbeeld. Heb je eigen IT-infrastructuur, moet je misschien ook nadenken of je voldoende hebt en of hij niet verouderd is. Heel belangrijk bij de cloud en in IT in het algemeen is dat alles up-to-date blijft. Als je in de cloud werkt, kan je ervan op aan dat eigenlijk de externe cloudpartij voor jou ervoor zorgt dat al jouw IT up-to-date is. Een heel belangrijk element van IT is dat IT altijd moet werken. Je wil ervan op aan dat jouw IT jou ondersteunt dag en nacht en dat op een correcte manier. Als je dat doet met de nieuwste technologie, kan je ervan op aan dat dat lukt. Stel, jouw onderneming groeit en je wil nieuwe werknemers aannemen of je wil tijdelijke werkkrachten inzetten in jouw onderneming. Vroeger zou het dan een heel gedoe zijn om die personen mee in jouw IT-omgeving te integreren. Nu, via de cloud, gaat dat heel snel. Je kan nieuwe gebruikers aanmaken die kunnen aan alle bestanden van het bedrijf en wanneer ze terug vertrekken of wanneer hun opdracht gedaan is, kan je ze de toegang makkelijk ontzeggen. Met de nieuwe manier van werken na COVID, maar ook gewoon in het algemeen, zien we dat werknemers van overal willen werken. Je kan jouw laptop open doen op een strand in Bali, op kantoor in Antwerpen of eender waar. Je kan aan al jouw bestanden. Dat is allemaal mogelijk door de cloud. Werk je met lokale opslag, dan ga je eigenlijk altijd naar kantoor moeten om jouw werk te kunnen doen. Mensen, hun noden zijn veranderd en willen van thuis kunnen werken op hun tempo en waar ze maar willen. En de cloud maakt zoiets mogelijk. Je kan ook misschien denken als KMO ben ik daar te klein voor. Ik gebruik lang niet al deze functionaliteiten. Dat kan misschien wel kloppen, maar het gewoon opslagen en online beveiligen van bestanden verstaan we eigenlijk ook al onder cloud. Dus cloud kan voor jullie misschien zeker en vast ook interessant zijn. Als ik dit even samenvat, dan gaan we eigenlijk zien dat je weinig investering moet maken. Je betaalt gewoon wat je gebruikt. Dan is het zeer flexibel. Je kan bijvoorbeeld van eender waar werken. Je begint altijd aan jouw bestanden, iedereen en overal. Je hebt een altijd hoge beschikbaarheid en altijd de veiligste en de meest up-to-date uh, omgeving. Je hebt een hogere veiligheid omdat deze mensen gespecialiseerd zijn in het hosten van cloudomgevingen. Bijvoorbeeld de servers waar cloud op run, die staan in hoogbeveiligde datacenters. En je kan bijvoorbeeld aan enterprise functionaliteiten als kleine KMO. Wat wil ik daarmee zeggen? Je hoeft als KMO geen groot softwarepakket aan te kopen die vaak misschien overkill is voor jouw onderneming. Via de cloud kan je gewoon de functionaliteiten kiezen die voor jou het meest relevant zijn. Daardoor kan je besparen, maar kan je toch verder groeien in jouw onderneming en de IT noden hebben die je echt nodig hebt. Ondanks alle functionaliteiten heb je misschien toch nog bezorgdheden rond cloud. Bijvoorbeeld, hoe zit het met de controle, kan ik steeds als ondernemer aan mijn bestanden? Wel, dat is juist de pilaar waarop cloud steunt. Je zou in principe altijd aan jouw bestanden moeten kunnen en dat is ook de belofte die jouw cloud provider jou zal geven. Daarnaast nemen ze ook security zeer ernstig. De veiligheid van jouw bestanden staat op nummer 1 bij een cloud provider en zal dan ook altijd gegarandeerd zijn. Ook als bijvoorbeeld een cloud provider in de problemen zou komen, wat eigenlijk zeer onwaarschijnlijk is, staat deze garant dat jouw bestanden toch veilig zijn. Je hebt bijvoorbeeld misschien ook al eigen IT-omgeving in jouw onderneming die je graag wil integreren met dingen in de cloud. Om deze wisselwerking uh, mogelijk te maken, lijkt het voor jou misschien moeilijk om dat te doen. Nu, Clearmedia, zoals ik in het begin zei, is een distributeur van IT en cloud solutions, maar wij werken met lokale partners. Deze lokale IT-partners gaan jou helpen om jouw cloud omgeving op te zetten en om deze integratie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zorg ervoor dat je altijd geconnecteerd bent en dat al jouw bestanden veilig staan in jouw cloud omgeving. Wil je nu meer weten over jouw cloud-omgeving en hoe deze op te zetten? Surf dan zeker eens naar www.clearmedia.be en dan brengen wij jou in contact met jouw lokale IT-provider om zo die cloud-omgeving samen vorm te geven. Bedankt!